we waren tevreden. En bovendien, het verdriet eist zijn tol. De rouw is verwerkt, het leed eindelijk geleden. Verder een bijzonder welkom voor de finalisten van deze Willem Wilming dichtwedstrijd. We staan hier in de bibliotheek van Almelo en met wie spreek ik hier? Bouke Vermaas, ik kom uit Zwolle. Ik zit op een paard. Ik zit op een paard en ik betaal hiervoor. Ik zit op een paard. Heb je al vaker meegedaan? Ja, in elk geval volgens mij vorig jaar. Ik weet het zo niet uit mijn hoofd, maar ja, misschien nog wel 1 of 2 keer. Maar dat nooit hier bij de top 10 terechtgekomen, dus ik was blij verrast. Trio 054. Deelt met jou, adem liep van pret te zingen en kocht 2 verlovingsringen. Loof de Heer, ik krijg een wijf, het is niet meer dan een rib uit mijn lijf. Ben je veel met poëzie bezig? Doe je met veel wedstrijden mee? Wat doe jij zoal? Ja, ik ben heel veel met poëzie bezig. Ik woon in Zwolle en ik ben daar de stadsdichter. Dus nou ja, ook vanuit die rol veel met poëzie bezig. Ik schrijf ook nog gedichten over mijn hobby fietsen. Dus ook daarin, ja, ik maak eigenlijk wel wekelijks meerdere gedichten eigenlijk, denk ik. Ja. Ik ben een ballerina uit het binnenland van China. Ik dans over de planken van papier. Mijn voeten doen geen pijn. Ik volg de speelse stippellijn van alle pasjes waarmee ik de vloer versier. Startplaats mijn koffie, en Ivo den verschette van, en ik verscheet liek Een dook, een dook, een dreugen dook. Och, drama en geen een. Ik zeg, och, Ivo toch, wat dook. Zijt meer, wat oft moet ween. Moet ik strieken? Moet ik deppen, een klaarheid in hun boek te scheppen? Of mag ik vrij over de bladzijden bewegen? En kan ie wel tegen Betke vegen? En dan nu het winnende gedicht van de 28e Willem Wilming dichtwedstrijd. Geluk wensen met de eerste plaats van de Willem Wilming dichtwedstrijd 2024 voor het gedicht Mag ik van Bouke Vermaas uit Zwolle. Mag ik? Leg jij me in je regels vast? Of mag ik vrij over de bladzijden bewegen? Mag ik de woorden proeven en het wit verkennen dat jij tussen zinnen hebt gezet? Mij verstoppen achter komma's, dansen in de marges, een afwijkend ritme klappen als ik daar zin in heb. Krijg ik de kans om letters te verzetten en mag ik je dan verrassen met geheime tekens? Of door onverwacht gewicht te geven aan details die onbelangrijk leken. Mag ik los of heb je mij verzonnen? Houdt jouw inkt mij in bedwang? Zit ik in jouw bladzijde gevangen? Raak ik verstrikt in dit gedicht? En de prijsuitreiking is net geweest van de Willem Wilming dichtwedstrijd. En welke prijs heb je gekregen? Misschien kun je het best het leukst zelf even vertellen. Nou ja, ik bleek gewonnen te hebben, dus daar ben ik... Ja, blijf verrast.